Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een Meccano Boston en Maine. En ik ben benieuwd wat erin zit. Ik heb het idee dat het meeste gewicht is. Een stuk ijzer. Maar zeker weten doe ik het niet, dus ik ben benieuwd. Ik heb al gezien, er zitten hier twee schroeven en aan de zijkant langs de wielen twee schroeven. Eens kijken. Het doel is uiteindelijk om al mijn treinen digitaal te laten rijden. Dus ook deze zal er uiteindelijk aan moeten geloven. Eén en één blok. Wat zou het zijn? Ik denk lood, dat kan erin krassen, maar volgens mij met iets eromheen. De schroeven aan de zijkant van de wielen eruit. Zo. En dat is de kap. Oké. Ja, het meeste gewicht is inderdaad het lood. Dit is een vrij kleine motor met aan twee kanten een as erop. Volgens mij, als ik zo voel, zit er geen vliegwiel of iets dergelijks in. Wel aan deze kant twee draden, zodat de pick-up heeft op beide wielen aan deze kant. En hier zie ik vier draden lopen. Waar er twee van naar de verlichting gaan en twee naar de motor. Dus ik verwacht ook dat hier op beide wielen een pick-up zit. Dat is mooi voor voor het digitaliseren, want contact met de rails is dan best wel belangrijk. Nou, wat ik wil gaan doen, als ik dit helemaal uitgezocht heb, is ik heb connectors, zoals deze, en daar zitten meteen de draden aan vast. Die wil ik in gaan bouwen. Dus uit mijn hoofd, de rode en de zwarte moeten op de pick-ups, dus dan zou het handig zijn om deze draden hier los te solderen van de motor en op deze te plaatsen. Dus kijken, wat was het ook alweer? Oranje. En ik dacht de grijze. Nee, niet de grijze. De oranje en nog een, die kunnen dan op de motor. En de... er zit er nog een functiedraad en die moet ik even ook uitzoeken welke dat precies is. En een common ground en daar kan, die kan ik aan de verlichting aansluiten. En dan heb ik in ieder geval verlichting aan de voorkant. En meer dan alleen verlichting aan de voorkant heeft deze ook niet. Hoewel hier wel een raam zit voor verlichting, wordt het op dit moment niet gebruikt. Kijken, nee. Want hier zit er geen lamp. Het zou leuk zijn om die ook aan te sluiten. Ik heb inmiddels ook wat decoders. Ik heb de kabels, dus ik ga al deze dingen uitzoeken. En ik hoop dat in een volgende video ik kan laten zien hoe deze dus gedigitaliseerd wordt of is. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Like, share en doe het ermee naar uw believen. Dat vind ik ook leuk om te zien. Dankjewel voor het kijken.